Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe video. Ik ben niet zo consequent geweest met de video's, omdat het me eigenlijk gewoon allemaal een beetje te veel werd. Deze week ga ik echt iets super leuks doen. Ik ga dus naar Nederland. Het is allemaal heel snel besloten, binnen 3 dagen eigenlijk, omdat ik er gewoon een beetje doorheen zat. Dat het allemaal te veel werd en dat ik me gewoon niet helemaal lekker voelde. Dus ja, we hadden samen besloten dat het wel even lekker was als ik kon opladen in Nederland. Dus dat ga ik dus doen. En jullie zien gewoon wat kleine fragmentjes van wat ik in Nederland heb gedaan. Ik heb niet alles gefilmd, want ik was eigenlijk gewoon heel erg aan het genieten en vergat gewoon steeds mijn camera. Verder gaan jullie dus zien hoe Rio's eerste vlucht wordt, hoe dat gaat. Ik ben dus met een rugtas, een draagzak en een buggy en de luiertas alleen met dat naar Nederland gegaan, zodat ik alleen handbagage had. Dus dat gaan jullie zien. Ik ga niet te veel verklappen en ik hoop dat jullie het leuk vinden. Hallo allemaal. Rio vanaf voor het eerst 6 uurtjes achter elkaar geslapen, dus dat is echt heel relaxed. Al hebben Dave en ik er niet echt veel van gemerkt. Dave kwam voor het eerst sinds een lange tijd weer naast me liggen, omdat hij toch vrij is morgen. Wat toen het geval was, dat we heel erg excited ineens waren over het huis en wat we allemaal wilden laten doen. En of we al misschien een beetje beginnen met verbouwen. Dus hebben we allemaal dingetjes op Pinterest en overal zijn we op internet gaan stormen. En in Nederland was het natuurlijk 7 uur vroeger, dus meteen allemaal mensen gaan bellen of ze dat konden maken en doen. Dus wij hebben gewoon niet geslapen. Ik heb net een paar uurtjes op de bank geslapen. Dave heeft zich vanmiddag teruggetrokken naar zijn eigen kamer. En die heeft daar nog lekker geslapen. Ik ben in ieder geval blij dat Rio op de goede weg is. Houd het vast, zou ik zeggen. Verder gaan we zo hapje eten met Mix en Mia. Noorse stel wat hier woont. Mia die gaat volgende week namelijk weer terug naar Noorwegen, want die gaat daar bevallen. Die ziet het niet zo zitten om hier te bevallen. Wat ik enigszins ook kan begrijpen. Die gaat terug en die moet pas in november bevallen. En het is zeg maar, Mix zijn contract loopt af. Dus het is niet eens zeker of ze dan weer terugkomt naar Ulsan. Wat ik dus wel jammer vind, want ik kan het best wel goed met haar vinden. En ze spreekt supergoed Engels. Dus dat is wel jammer als ze niet meer terugkomen na de winter. Dus of ik zie haar vanavond voor het laatst. En zo gaat het eenmaal in de voetbalwereld. Ik heb vroeger, toen met mijn vader, ook heel vaak afscheid moeten nemen van vriendjes en vriendinnetjes. Die ik dus nooit meer heb gezien. En zelfs nu nog doet het stiekem wel eens een beetje pijn. Meestal als ik iemand in mijn hart sluit, dan gaat die er heel slecht uit. Dus die, ja, toen leefde ik nog niet in de tijd van Instagram of Facebook of dat soort dingen. Dus dat contact is gewoon helemaal verwaterd. In het begin blijf je wel een beetje brieven schrijven en zo. Maar dat verwatert gewoon. Verder leven we dus nu in de tijd dat dat wel kan. Dus wie weet. Ze wonen dan uiteindelijk in Noorwegen. Noorwegen is niet ver. Dus misschien zien we elkaar ooit nog wel. En misschien is er geen man overboord en komen ze gewoon na de winter weer terug. Met een kleine baby. Dat zou ook wel weer leuk zijn. Ik heb gisteren alles picobello opgeruimd. En netjes en schoon. En het is weer echt 1 grote zooi. Nou, dit was een langer verhaal dan verwacht. Wij gaan de auto in. Dave is klaar met scheren. 1 probleempje. Die gaat natuurlijk wakker worden. Ben je al wakker? Uh-oh. Ik ben met kleine Rio naar de stad gelopen. Dat is ongeveer 3 kwartier wandelen. En ik vind wandelen altijd best wel lekker. Alleen het is wel pittig, het is super warm. Rio wil er niet meer in sparen. Dus dat heb ik eraan in de draagzak. Dus dat is ook lekker vlecht. Verder is het eten gisteren niet doorgegaan. Ik zie Rio meer van ze heel lekker, maar ze wil gelijk de mensen nog steekjes. Nou, ik ben dus nu onderweg naar Madan. Het restaurantje dus waar ik al vaak ben geweest. Mimi en mij dus voor het eerst heeft laten zien, want ze hebben al een jaar eerder. En ik vind het best gek dat dit waarschijnlijk gewoon de laatste keer is dat ik haar überhaupt zie. Ja, je ziet elkaar denk ik gewoon niet meer. Zij gaat straks naar weet ik veel waar naartoe en uiteindelijk naar Noorwegen. En wij weten ook weer niet waar we naartoe gaan, dus dat is best gek.
heb dus gisteren Mia uitgezwaaid. Het was best wel een raar gevoel, omdat je niet weet of je elkaar nog ziet. We hebben het heel gezellig gehad, lekker even geluncht. En wel heel zielig, want tenminste zielig. Zij gaat dus nu naar Noorwegen toe om daar te bevallen. En Mix is dus pas in december vrij. En zij is in november uitgerekend. En hij krijgt alleen maar 4 dagen vrij rondom haar due date. Dus wanneer ze uitgerekend is. Dus de kans dat hij erbij is, is heel klein. En hij gaat haar dus al heel lang niet zien. Wat mij best gek lijkt. Als je hoogzwanger bent, dat wil je toch samen delen. Ik heb er dan voor gekozen om hier te bevallen. Ieder nadeel is een voordeel. Moet je een beetje afwegen wat je belangrijker vindt. Ik vond op dat moment dat belangrijker. En het is allemaal goed gegaan. Maar ik snap heel goed dat zij natuurlijk wel terug wil. Is Dave dus nog steeds geblesseerd. Wat ik echt rot voor hem vind. Er is niks ergers als dat je topsporter bent en je bent geblesseerd. En het is nog steeds niet beter. Dus Dave heeft gevraagd of hij alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft naar Nederland mag. Dave heeft nog een zoontje, Dani. En die heeft hij nu al sinds januari niet meer gezien. Dus ik vind het echt heel zielig en rot dat hij die niet kan zien. Die mist hij ook heel erg en hij heeft nu ook een broertje natuurlijk. Dus dat is best gek ook. Maar hij heeft dus gevraagd of hij naar Nederland mag om daar te revalideren. Ze hebben ons even in spanning gehouden. En het antwoord was nee. Dus Dave mag niet naar Nederland. Nu heeft Dave dus wel voor mij een ticket geboekt. Dus ik ga morgen de trein pakken naar het vliegveld. En dan ben ik overmorgen in Nederland. Het is dus een verrassing. Ik heb het tegen niemand verteld. Ja, 2 van mijn beste vriendinnetjes. Maar die moeten hun mond houden. Maar ik ga echt mijn hele familie en Dave's familie verrassen. Dus morgen pak ik de trein. Ik vind het best pittig. Ik heb deze reis hoogzwanger in mijn eentje gemaakt. Voor mijn baby shower. Toen ik naar Nederland ben gegaan. Dat was in maart. Of eind februari, maart. Dat was heel pittig. En ik heb gezegd dat ik dat nooit meer zou doen. Alleen zo'n reis. Nou, alleen doe ik het niet. Want Rio gaat mee. Hoe ga ik reizen? In godsnaam. Met een koffer. Een kinderwagen. Babyspullen. Mijn spullen. Babytas, wat moet je allemaal meenemen? Echt een heel hoop gedoe. Dus ik heb gisteren echt een huge backpack gekocht. Dave lag helemaal in een deuk. Ik had eerst de allergrootste, dat vond hij echt niet kunnen. Dus ik heb er eentje eronder genomen. Kan mij het schelen. En daar prop ik dus alle babyspulletjes in. Eten voor Rio. Wat ik mee naar Nederland moet nemen. Want Rio geef ik nog steeds bijvoeding. Nog steeds borst en bijvoeding. Ik denk dat ik gewoon 2 spijkerbroeken meeneem. 2 shirtjes. 2 onderbroeken. Een paar schoenen probeer ik erin te proppen. En verder niks voor mezelf. En leen ik gewoon wat van mijn zussen en van mijn moeder. Een beetje improviseren. Ik vind het zeker spannend omdat het de eerste keer is dat ik met Rio vlieg. Ik weet niet hoe hij gaat reageren. Hij is over het algemeen wel een relaxte baby. Maar toch met die oortjes en hij is al een beetje verkouden. En dan gewoon die kleine 11 uur lang op mijn schoot. En dan ga ik dus, als ik om 5 uur aankom, met de taxi naar mijn ouders. En dan bel ik dus aan in een nieuwe huis. Ik heb op Marktplaats net even opgezocht. Want die zitten net een paar dagen in een nieuwe huis. Wat het exacte adres is. Ik ben er nog nooit geweest. En dan sta ik er dus echt 's ochtends vroeg voor de deur. Dat is het plan in ieder geval. En dan wil ik die koppen wel eens zien. En ik weet, diezelfde dag hebben mijn ouders een barbecue bij mijn zusje thuis. Met mijn opa's en oma's. Dus dat is natuurlijk wel echt superleuk dat ik die dan ook gelijk zie. Enige echt rottige vind ik dat ik Dave hier alleen achterlaat. Ik ben liever niet zo lang zonder Dave. En gewoon het idee dat ik hem hier laat en dat ik leuk naar de familie ga met die kleine. En dan iedereen ga laten zien. Dat wil je toch heel graag samen doen. Goed, ik hou jullie op de hoogte. Ik ga nu even lekker ons laatste avondje op de bank. Lekker Netflixen. Laatste dingetjes inpakken. Het is hier dus 3 uur 's middags. De trein is vol. Echt heel shit. Dus we gaan nu kijken voor vliegtickets. Want eigenlijk zou ik om 5 uur naar de trein gaan. Het is nu al 2:30. Verder hoop ik dus dat het doorgaat. Ik heb een berichtje gehad dat ik een babybedje krijg. Dus dat is ook top. KLM heeft gewoon WhatsApp. Dat is echt ideaal.
Dus ik kon alles vragen en doen. Dus ja, nu ga ik nog even, als het goed is, voor de laatste keer met Dave lunchen. En dan hoop ik dat ik wel een treinkaartje kan bemachtigen nog op een of andere manier. Of dan moet ik dus met het vliegtuig een uurtje. Nou, er reden dus geen treinen. Dus ik ben met het vliegtuig gegaan vanaf Ulsan. Toen nog een uur met de taxi. En nu ben ik dus op Incheon in Seoul. De eerste vlucht van een uurtje ging echt prima. Die heeft alleen maar op mijn schoot geslapen. Echt de meest voorbeeldige baby ooit. Hier is die. Maar wat wel gewoon echt heftig is met al die spullen die ik bij me heb. En natuurlijk dat ik de wagen in het ruim moest doen. Toen ben ik nog een stuk naar de bagage van moeten lopen. En was wel een man super lief, heeft me geholpen. Die heeft gewacht met de kinderwagen van de band te halen. En die spullen zijn gewoon een kriebel. En hij is tot nu toe echt voorbeeldig geweest. Hij heeft het alleen even gejankt toen ik hem weer uit zijn wagen haalde om door de tascontrole heen te gaan. Ik moet wel zeggen, het afscheid met Dave, dat viel echt super zwaar. Ik heb wel even een traantje weggepinkt. Omdat ik toch het gevoel heb dat ik hem hier in de steek laat. Hij heeft zo'n grote jongen. Grote vent, moet ik zeggen. Is het dus lekker? Ik heb een kopje koffie. En heel lief, ik kreeg net een berichtje. Twee van mijn beste vriendinnetjes wisten hier van me. En ze wilden me allebei ophalen. Alleen de een die gaat op vakantie toevallig. Dus die komen niet halen. En Noël, die is ook in Korea geweest. Die komen dus om 5 uur 's nachts halen. En breng me naar mijn ouders. Dus dat is wel echt super lief. Ik zei dat ik absoluut niet hoefde. Want ja, het is natuurlijk super vroeg. En mijn vriendje had daar geen zin in, maar ze vond het leuk. Dus ze zei, ik ben geen echte vriendin, dus ik het niet doe. Dat ben ik niet met haar eens, maar het is wel lief. Kijk nou. Niet zo meest charmant, maar schattig is het wel. Zo, en toen was ik ineens bij mijn ouders thuis vanochtend vroeg om 5 uur. Noël had me opgehaald en die schrok zich helemaal dood, want ik belde aan. En ik dacht, wie kan dat nou zijn? Dus toen hebben we ze toch maar opgebeld. En ze konden het niet geloven. Ze waren zo blij en gelukkig. En ze zitten eigenlijk midden in de verhuizing. Dus ik was bang dat ze misschien dat niet zo goed uitkwam. Maar ik word echt met open armen ontvangen. Rio is echt super duper lief geweest tijdens de vlucht. Die heeft niet gehuild, niet gedaan. Dus dat was eigenlijk prima te doen. Ja, gek is toch dat kindjes dus blijkbaar echt door de geluidjes en dingetjes gewoon lekker slapen. Het is me echt alles meegevallen op het gesjouw na. En ik ben nu al gewoon lekker hier. Hoe fijn is dat? Voor de rest weet nog niemand het. Ja, mijn vader en mijn moeder. En vanavond ga ik naar een barbecue. Daar kan mijn opa en oma. En mijn andere opa en oma. En mijn zusje. Daar gaan we zo mee lunchen. En die weet dus ook nog van niks. Ik denk dat ze met mijn moeder gaat lunchen. Dus dat is wel heel leuk. Ja! Dat is leuk. Ik heb eventjes 2 dagen stilgezeten wat betreft vloggen. Niet met dingen doen. Toen ik was aangekomen bij mijn ouders, die natuurlijk helemaal in de wolken waren. Dat wij onverwachts aan de deur stonden. Zijn mijn moeder en ik eventjes babyspulletjes gaan kopen. Moesten eventjes een bedje hebben. Want ze konden zich natuurlijk niet echt voorbereiden op de logiers. Dus even een bedje kopen voor Rio met lakentjes. En moest even extra luiers en doekjes hebben. Een autostoeltje. Maar we hebben het toch nodig. Aangezien we in december ook 2 maanden naar Nederland komen. Dus dan konden we best eventjes een nieuw zitje halen. Toen zijn we s'avonds gaan barbecuen bij mijn zusje. Waar ook gewoon niemand wist dat wij er waren. Dus dat was eigenlijk een en al tranen met mijn opa's en oma's. En die hadden me nog helemaal niet gezien. En mijn tante was er met mijn nichtjes. Dus dat was echt super gezellig. Had ik wel weer vlees gegeten. Ik had gevraagd, want iedereen ging natuurlijk op de foto met Rio, of ze even konden wachten met posten. Omdat ik eigenlijk Dave's familie de volgende dag wilde verrassen. Dus we hadden het zo bedacht dat Dave zou facetimen met zijn vader. En hij zei dat er een pakketje zou komen tussen 11 en 12. En
En toen stonden wij voor de deur. Dus dat was voor hun ook echt een verrassing. En Dave's opa en oma waren er ook. Dus het was echt heel erg leuk. Daarom ben ik eigenlijk 2 dagen even stil geweest. Om eventjes gewoon echt te relaxen, bij te komen. Ik had natuurlijk een nacht overgeslagen. En gewoon even alleen met de familie. Vanmiddag heb ik eventjes met Noël bij George geluncht. Was ook heel gezellig. En nu gaan we naar Ajax. Dus wel weer iets met voetbal. Naar de Champions League. We gaan eerst eventjes een hapje eten in het Kalfje. Mijn familie heeft altijd horeca gehad. Waaronder het Klein Kalfje. Dat zit aan de Amstel. En super leuk met mooi weer. En ik heb er vroeger ook altijd gewerkt. En ze hebben het nu dus sinds een korte tijd weer terug. Echt, het terras is helemaal verbouwd. En super lekker eten. En het zit dicht bij de arena, dus ook wel fijn. Dus we gaan eventjes een hapje daar eten met mijn opa. Mijn tante en mijn nichtjes, die gaan ook allemaal mee naar Ajax. Dus heel gezellig. Jullie vragen je misschien af, waar is Rio dan? Die is niet mee. In Ulsan is het stadion dus niet zo druk. En hier denk ik dat het iets te lawaaierig voor hem is. Ook al heb ik die headphones, maar het is eigenlijk niks. En hij heeft natuurlijk nog een opa en oma. Die heel graag op wilde passen. Ja, hapje eten dus. Relaxte dingen eigenlijk gedaan, met vriendinnen geluncht, met tante geluncht en ja, gewoon eigenlijk de normale dingen. Dat is ook eigenlijk wat ik op het moment gewoon het lekkerste en het leukst vind. Aangezien ik hier maar 2 weken ben, is dat anders. Je onderneemt misschien meer als je 2 maanden thuis bent. Dat is eigenlijk. Verder ga ik nu eventjes met mijn ouders, het is vrijdagavond, lekker een hapje eten bij, nou, ik hoop dat ik het goed zeg, want ik heb 10 keer gevraagd waar het is. Of hoe het heet. Wine Kitchen at Sea. Yes. Oké. Ik ben er dus nog niet geweest. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoor dat het heel leuk is en lekker. Nou, die kleine moppetopper is ook nog steeds heel lief. Iedereen verbaast zich erover hoe lief en rustig die is. Dus ja, dat betekent dat ik dus echt mazzel heb. Hier ligt die. Hij heeft alleen, ik weet niet of iemand weet wat het is. Ik ga het morgen eventjes laten onderzoeken, denk ik. Op zijn andere wang heeft hij dus een paar rode plekjes. Maar dat laat ik nog wel even zien. Ik zit nu heerlijk met mijn ouders op het terras. En jongens, wat is het lekker weer. Echt, echt heel anders dan zien. Korea. Want mijn moeder zei nog van ja, bij ons is het ook zo warm. Dit is een ander soort warmte. Hier kan je tenminste lekker naar buiten. Maar ik geloof wel dat het hier nog heter is geweest. Dus dat weet ik dan weer niet. Ik zal even die spikkeltjes laten zien. Deze gekke spikkeltjes. Ze worden steeds vuriger. Het worden er alleen niet meer. Hé, hey, zit je mijn camera vast te houden? Verder heeft hij dus hier ook nog een plekje op zijn arm. Dat is van de DKTP. Prik. Die was verpleegd. En
het schijnt dus wel vaker zo te zijn dat bijvoorbeeld mijn nichtje in Qatar, die heeft ook net Bodhi, haar kleintje, zo'n prik laten geven. En die heeft precies hetzelfde plekje, alleen bij hem is het volgens mij een beetje ontstoken. En het gaat dus niet meer weg. Heb jij soms een beetje trek, vriendje? Oké, volgens mij ben ik aan het filmen. Yes. Yes. Nou, ik weet niet of ik het al had verteld, maar we hadden dus vanavond een barbecue bij Almere de Ouders. Een van mijn beste vriendinnetjes. En we hebben dus de taak gekregen om voor iedereen gin tonics te maken. En ik nam net een slok. Het is net nagellak remover, dus ik heb het niet goed gedaan. Ik kom uit de horeca. Ze zei ik doe het wel, maar ja. Niet best. Maar jij had eerst ijs in gedaan dan. Ja, oké. Okay. Het is ook een beetje mijn schuld. Maar kijk, we proberen het een soort van op te frissen met limoen. Met limoen, misschien helpt het. Denk ik echt niet. Af, dit was de proefmonster. Oké, okay, een test. Ja, dit is wat te doen. Ja? Oké, okay. Top. Kijk. Ah, ik zie echt bijna. Doet de komkommertjes. Dat is haar specialiteit. Yes. We hebben dus lekker gebarbecued. We hebben alleen maar regen gehad, dus onder een parasol gezeten. Maar dat maakt niet uit. Ik heb je wel gemist hoor. Maar er zit hier dus een heel eng ding. Wat dan? Ik wil het even filmen. Een eng item. Stella Rita. Zo'n motje. Nu eventjes gezellig naar mijn zusje Kaylee. Die heeft een kleintje van 3. En die heeft dus een nieuw poesje gehaald. Of katje. Ik weet het verschil niet echt. Ik weet dat het verschil tussen poes en kat. Maar ik weet niet of het een poesje of katje is. En kleine Rio is mee in zijn blote basje. En die heeft het niet zo naar zijn zin. Ben je mooi? Ben je schattig? Ik vergeet dus iedere keer video's te maken. Zoals jullie zien ben ik weer bloed. Ik ben gisteren naar Rob Betham geweest. Die doet altijd mijn haar. En die hebben het weer eigenlijk zoals de oude Joe gemaakt. Meer dan twee jaar geleden, heb ik mijn haar dus van dat lange blonde haar naar een korte, donker, bijna zwarte bob met een pony geknipt. Nou, dit is dus mijn pony nu. En de rest, nou ja, was natuurlijk zo kort. En nu is het helemaal gegroeid en goed verzorgd. En ja, ben ik er dus eigenlijk heel blij mee. Wat ik dus al zei, ik vergeet dus steeds te filmen omdat ik het zo naar mijn zin heb. Eigenlijk heel druk. Ik heb vandaag de nieuwe vloer uitgezocht voor ons nieuwe huis. Waar ik heel erg blij mee ben. Dat ga ik jullie natuurlijk in december allemaal even showen. Het is nu een beetje een bouwval. De kleine ben ik even mee naar de dokter geweest met zijn plekje op zijn arm. Die spikkeltjes op zijn gezicht waren al weg, dus ik weet niet wat dat was. Dus het plekje op zijn arm hebben ze eventjes lek geprikt. Het was zo'n injectie. En dat was een beetje ontstoken. Moet ik nog even een zalfje voor halen. En vandaag hebben we dus eventjes, omdat hij wordt echt super wijs, een speelkleed voor hem gekocht. Eigenlijk heeft mijn vader hem gekocht. Hij begint nu ook dingetjes te pakken en zo. En hij heeft dus een tandje. Je gelooft het of niet, hij is net 3 maanden en hij heeft dus een tandje. En daar heeft hij dus ook veel last van. Echt super sneu. En dan begint hij uit het niets keihard te huilen. Ik hoop niet dat het erger wordt. Maar zoals ik van veel mensen hoor, is dat dus echt de hel als ze tandjes krijgen. Ik vind het vooral heel erg zielig voor hem. Verder heb ik een winterjasje gekocht vandaag bij Petit Bateau. Echt super schattig. Eventjes showen. Ik kan niet wachten tot hij het aan kan. Echt heel leuk. Oh. Ja. Nou. Echt schattig klein beertje. Een nieuw pyjamaatje voor hem voor straks in het vliegtuig. Wat heb jij een mooie pyjama? Ja. Ja. Kleine boefie. Ga je lachen naar je moeder? Ga je lachen? Oh, goshie. Thank you.
Even een lang verhaal kort. Jullie denken misschien, wat zit er haar raar? Ik ga mijn oor laten piercen. En mijn beste vriendinnetje gaat het doen. Hallo! Zij en haar vriend hebben een tattoo shop en ze doen ze piercen. Ja, dus dat is even nu een opwelling. Ik heb Dave hier op FaceTime. Die wil het even zien. En dus ik ga nog een gaatje erbij prikken. En dat gaat heel veel pijn doen. Tears die heeft ook allemaal andere gaatjes geprikt. En het is altijd goed gegaan, dus ik verwacht nu ook dat het gewoon goed gaat. Ja, maar kijk even in de spiegel of dit is waar het... Nee, ik denk het wel. Jij vond het niet leuk, maar ik denk dat ik het toch leuk vind. Ik vind het wel leuk. Oké, ze vindt het wel leuk. Ik vind het maar ook leuk. 2 weken last van je oor, schat. Heb ik 2 weken last van mijn oor? Maar de genezingstijd is gemiddeld tussen de 3 en 9 maanden. Het is stoer voor mij dat ik ga filmen terwijl ik word geprikt. Ja. Je heeft het in de kast. Dit is de meest pijnloze plek. Echt? Ja, zweer het. Ik kan niet zweren. Wacht even, ga je het nu doen? Misschien. Nee. Ja, want je doet altijd zo langzaam. Nee, niet bewegen. Ik doe niet langzaam, niet bewegen. Komt-ie. Niet bewegen. Niet bewegen, niet bewegen, niet bewegen. Goed zo. Oh, ik ben trots op jou. Oh ja, perfect. Dit is zo'n pijn. Nee, toch? Ja. Dat deed heel veel pijn. Ja, dat is het allerkutst. Waarom zei je dat niet? Ja, ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet wat wijsheid was, snap je? Dit is echt love it. Kom, ik draai even de camera. Dit is echt heel leuk. Dus ik kan het alleen niet zien. Hoe werkt dat? Zo? Ja. Nee, dan moet je voor je kijken. Oh. Ja, maar ik wil mezelf ook zien. Ja, nu mag ik even zien. Kijken. Okay. Oh, het is heel leuk. Okay. Ja, ik vind het ook heel leuk. Hier. Leuk? Ja, heel leuk. Wil je nog iets anders? Nee. Oh. Ja. Ja, heel leuk. Maar dat jasje, dat Joe, dat is ook leuk. Wat is er, klein snoetje? Wat is er? Spintje. Ik ga vandaag iets heel leuks doen. Ik heb nog niet heel veel gefilmd in Nederland, maar vandaag is wel iets heel leuks, vind ik. Voor mij. Kaylee, mijn zusje, die had op Facebook iets gezien. Een soort trunkshow van Kalia Love Bridal. Dus we gaan vandaag trouwjurken kijken. Bij Bloemfeld in de Middenbeemster. Schijnt een super mooie trouwzaak te zijn. Of bruidsjurkenwinkel. Ik heb er heel veel zin in. Ik zou eerst alleen met Kaylee gaan. En Sky zit nog steeds in Bali. Dus die vindt het wel echt heel erg shit. Die zit flink te balen op Bali. Ja, ik kon mijn moeder natuurlijk niet achterlaten. Die wilde ook heel graag mee. En toen heb ik allebei mijn oma's gebeld. En uiteindelijk gaan dus ook allebei mijn tantes mee. Ze zeggen dat je het best gewoon met 2 kan gaan kijken. Omdat er te veel meningen zijn. En dat je dan helemaal gek wordt. Maar ik ben best wel heel hecht met mijn familie. Dus die valt niet af te schudden. En ik vind het stiekem ook wel echt heel gezellig dat ze meegaan. Mama, ik ben wel blij dat ik niet aan jouw jurk hoef te trouwen. Ik ben dus, als het goed is, nog even geslaagd. Vond je het leuker? Ja? Leuk hè, jongens? Heel goed. Omi, mooi? Heel mooi. En ik ben weer terug in Ulsan. Ik heb het echt super leuk gehad in Nederland. Echt, ik heb echt even kunnen opladen. 2 weken is wel echt lang zonder Dave. We zijn er nooit echt eerder 2 weken zonder elkaar geweest. Meestal zijn het 10 dagen. Maar daar kunnen we vast aan wennen. Want in januari is hij waarschijnlijk een maand zonder mij. Dus ik vond het ook wel weer heel fijn om naar huis te gaan. De terugvlucht is echt super goed gegaan weer. In eerste instantie werd ik naast een Koreaanse vrouw gezet.
die eigenlijk helemaal niet naast mij wilde zitten omdat ik een baby had en had nog helemaal geen gil gegeven, die kleine. Dus die deed echt super onaardig dat ze voor die stoel had betaald. Nou, ik ook natuurlijk. En dat ze niet naast een baby wil zitten en dat ze gewoon wil kunnen slapen. En ik zat naast een hele lange man met hele lange benen en ik kreeg natuurlijk zo'n reiswichtje voor. Maar die was eigenlijk heel aardig. Uiteindelijk was die vrouw, vond het zo zielig voor mij, want ik zat natuurlijk helemaal te zweten in de hoop dat Rio niet ging huilen. Heeft de stewardess van KLM, heeft die onaardige dame ergens anders neergezet en die Franse man ook, zodat ik gewoon 3 stoelen had en het bedje en hij heeft gewoon weer heerlijk geslapen. Dus Rio heeft zich onwijs goed gedragen en toen ik aankwam in Seoul was daar Dave en die heeft ons opgehaald en heb ik niet alleen de treinreis hoeven doen. Dus dat was wel echt super fijn. Verder hoop ik dat jullie het leuk vonden, ondanks het allemaal met je knippen plakken en kleine stukjes uit Nederland zijn. Vanaf volgende week zal ik iedere keer weer een weekvlog aanleveren. Nu is het iedere keer wat rommelig geweest, gewoon door de vermoeidheid en door het reizen en dat soort dingen. Dus vanaf volgende week kunnen jullie er van mij op aan. Vergeet niet te liken en te abonneren en dan zie ik jullie volgende week weer.